De grote. De boswachter? Jazeker, jazeker. Ja, met het hout. Ja, dat is mooi, hè? Ja, we zijn gewoon hetzelfde als alle hout. Mooi hout. Ja. Mooi hout. Je kunt het vernissen. Ja, we hebben wel dat. Ja, toch? Ja, sinds september pas. Zit je op tijd? 3 jaar. Ik ben vorig jaar begonnen. En waar is je op tijd? In Velp, Arnhem. Ja. Dus, ja, de roer omgegooid, zeg maar. Van? Van, ik ben trainer en coach geweest voor leidinggevenden. In een grote organisatie. En nu dacht ik van, ik ga iets heel anders doen. En dat is dit. Het is wel heel anders. Ja. Maar wel interessant. Sprong in het diepe. Ja? Ja, wel een mooie sprong. Dus, maar jij loopt naar stage in Maasbos, dus? Ja, eigenlijk heel West-Brabant. Oh. Ja, dit, deze werksfeer. We zorgen al onze gebieden in het van Breda tot Zeeland. Zeg. Ja, en Maasbos en die sprongen zijn worst. En Ilgenhout, ja. Roosendaal, ja. Akkerplantaartje. Ja. Leuk. Dus, ja. Nou, het was voor mij een openbaring, want wij vonden altijd in bos een paardje deel op je uitsluiten, zeg maar. Oh, ja. En toen kwam ik nog eens de boswachter tegen. Ik zeg, ja, ze zeggen allemaal eeuwigheidslaatje, maar wij als kind zijn, ik ben hier opgegroeid. Ja, mooi. Zeg, zijn we altijd eeuwigheidslaatje. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus het was voor mij zoiets van, wat is nou nou? Ja, oké. Okay. Wat is een eeuwigheidslaatje? Het eeuwigheidslaatje. Ja, dat is een eeuwigheidslaatje. Blijf lekker een eeuwigheidslaatje. Ja, ik moet iedere keer eraan denken of ik nou ga doen. Zoals het goed voelt. Is het wel zien, we zijn het hartstikke mooi. Ja, het was een hele mooie klein. Met al die technologie. Ja, dat is zo erg opgevoerd. Ja, en mijn opa, want het was meer boswachter als mijn opa. Wil je niet zeggen dat daar mensen
mensen natuurlijk onderkomen. Eigenlijk erg, want uit angst wordt gewoon zoiets. Ja, ja. Dat vind ik zo erg. Ja. Uit angst voor. Dat vroeger zou ik. Dat kunnen pinnen, hè? Ja, dat kan. Ja hoor. Nee, zonder een ja. Ja, ja. Ja, ik zie nog bijna. Ja, ik was zeggen, ga jij dan even gaan? Ja, ja, zeker. Heel fijn, bedankt. Nou, heel bedankt. Oh ja, we hebben geen haast, maar... Echte mannen. Oké. Echte mannen, kijk. Nou, dat hebben we een duur. Mooi, hè? Mooi, nou. Dat ook kan je open. Kijk, nou hebben we zo. Het dak erop, dat het vogeltje droog zit. Ja. Nou, dan kan je dadelijk wat je er helemaal kan ontdekken. Oké. Mooi, hè, nou. De gaatjes vergeten. Kan het toch? Iets anders doen, zo. Ja, nieuwe gaatjes maken. Ja, ja. Ja. Ja, je kan het ook zelf doen hoor. Als u een strippenkaart heeft, dan is het 3 stripjes van de strippenkaart. Oh, ja, en ik verwacht dat ze nog niet verkocht worden. Staat er maar in? Ja? Wij werken niet met geld. Als de wijkagent hier de maatregelen de weet wat wel en niet mag. Nou, dan weet ik 100% zeker dat als we de wijkagent erop zetten, dat hij dat mee gaat handhaven. Ja, maar het is wel moeilijk te handhaven. Het is heel moeilijk te handhaven. Het zijn meestal op de momenten van de dag dat het niet te handhaven. Weekend, s'avonds. Het is altijd s'avonds en altijd na het café, na sluitingstijd, even daar naartoe, even naar die boot en blablabla. Bla, bla. Nou, maar we zitten er wel bovenop. Maar hier, kijk, even kijken waar ons huis is. Hier. Deze, maar deze twee huizen hebben een aanlegstijger. Ja. En die was er al. En wij hebben ook een bootje ervoor. Ja. En, misschien wel een motorboot. Nou, zeker. We hebben welk tijdbestek? Ja. Welk tijdbestek wordt er gerealiseerd? 5 jaar. 5 jaar. En nu gaan we vanaf. U mag hem gelijk invullen, u mag hem thuis invullen. Nou, ik moet allemaal gegevens. Ja, nee, maar doe me de wonder. Ik ben heel handig in. Nee, maar dat vind ik ook. Maak er geen gegevens op. Nee, maar ik vind het. Als je op de camping zit, of de schermen aan, zo'n gekke pad. Ik ken redelijk goed mijn weg daar. Dus, garanties geef ik nooit, maar de kans is zeer wel aanwezig. Ja. Met regen, is je vrij rustig. Ja, veel plezier vandaag. Bedankt. Son, wat heeft hij gewonnen? Dit is de bakkerij van Disseldorp. De bakkerij, die staat er ook. Deze dat was van staal, hè? Die heeft een vriend. Even net bij de babels of een overhoud, hè? Half babels. Mijn moeder was babels. En mijn opa en mijn oma. Dat is, ik heb een 22 broedparen in Nederland. Aan kraanvogels in het noorden van Nederland. 6 daarvan hebben succesvol jongen rond voortgebracht. Bijna allemaal hadden ze eieren. Maar het grootste gedeelte is niet tot wasdom kunnen komen. Ten gevolge van mensen net als ik. Die van de natuur houden, met een camera de natuur in gaan. En zo nodig dichtbij willen gaan om het nest te fotograferen met kuikens erop.
Ik doe dat dus niet, dat soort gouden flauwekul. Maar er zijn helaas te veel mensen die dan per se daar een foto van die kuikens van de kraanvogel willen maken. Dit is gemaakt in Diepholz. Tijdens de trek komen er zo'n 30.000 tot 50.000 kraanvogels bij elkaar. En dit is gewoon vanuit de auto gemaakt. Dus dan verstoor je de beesten ook niet mee. Maar langzaam zeker komt deze weer terug bij ons in de natuur. We hebben 2 jaar geleden ook een broedgeval gehad in Brabant. Ik ga niet verklappen waar het was. Dat nodigt mensen alleen maar uit om zelf eens even te gaan kijken. Het is een gebied wat niet toegankelijk is. Nou, hiermee met deze hommel zie je hoe belangrijk insecten zijn voor bestuiving. Dat zijn ze niet alleen voor die wilde planten, dat zijn ze ook voor die boeren. Die kolen maken, kolen telen voor ons of andere voedselbronnen voor de mens. En die zijn toch echt afhankelijk van de bestuiving. Door bijen, hommels en dat soort zaken. Dus we hebben daar toch echt wel een verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf. Om ervoor te zorgen dat die bijen en hommels bewaard blijven. En ook die komend geding door de mens. Dat je gras en alle soorten hebt, dat zie je hier wel aan. Mooie, prachtige gras, kamgras. En hier hebben we de grens tussen weer van de grasvelden, akkers, naar de boerderij toe. Prachtig voorbeeld hoe dat een boerderij vroeger was. De appelboom gaat met appels en peren. Wat knotwilligen, wat houten rilletjes. Natuurlijk omheining. Een paal. Weet jij Hans wat het is? De legendes. En soms doen we dat ook met karakters. En dan kom je ineens iemand tegen, of dan wordt hier wat verteld over dat gedeelte van het bos, of dat gedeelte van de streek. Ja. En zodoende krijg je een beleving. Tot ziens! Ja. En de 28e hebben we er eentje op Wolfslaar. Het is een nacht van de nacht. En dan lopen we een soort, min of meer een soort Halloween-tocht. Ah ja, yes. Wellicht een idee om een keer te kijken. Ja, leuk hè? Dank je. Ja, kan je er iets anders van maken? Ja, dat kan je. Ja, dat kan je. Ja, dat kan je. Ja, dat kan je. Ja, dat is het wel, hè? Net zo'n troon, hè? Echt prinsesje. Prinsessentroon. Moet je wel even diep ademhalen en ontspannen, want nou lig je erbij alsof je... Bij jou mooi zit. Mooi trui. Nou, hier. Zo. Mol, hè? Die past precies. Ik kan je niet verstaan.